Een van de leukste items dit jaar was wel echt de hobbel, waarbij we echt een lentesfeer konden neerzetten bij het voorjaarsseizoen. En we hadden op een hele simpele manier bedacht, waardoor je van de roze bloemenzee naar onder kon gaan, naar de ondergrondse hommelnest. En met een hele simpele beweging is dat eigenlijk gelukt. En wanneer dat soort camerabewegingen lukken, dat is gewoon fantastisch om terug te zien op tv. De hommels zijn sowieso, vind ik, al hele interessante diertjes. En het moment dat je dan op dat krokusveld komt en je echt moet, nou ja, je moest echt op bijzondere manieren manoeuvreren door al die krokusjes. Want ja, je wil ze ook heel houden. Ja, op een gegeven moment mocht Marit dus ook haar eigen item maken. En dat zou dan het koolwitje worden. Nou, ik kreeg dus 11 poppen opgestuurd naar huis. En mij was verteld dat ze de dag erop uit zouden komen. Zover waren ze al. Maar dat bleek toch net iets anders te zijn. Ze heeft ongeveer 6-7 dagen ervoor gezeten voordat het uiteindelijk lukte. Nou, laat ik wel echt zien het doorzettingsvermogen van een natuurfilmer. Maar het moment dat ze dan ook uitkomen is echt... Dat is zoiets, het heeft bijna iets alienachtigs. Het is zoiets unieks om te zien. En dat ik dat thuis heb mogen doen en dat het nu ook op televisie te zien was, daar ben ik wel heel erg blij mee. Van ons is het doel om de mensen echt vanuit de stoel ook naar buiten te brengen. Dus je kijkt tv, je zit op de bank, maar wij willen ze echt de natuur laten zien. Echt alsof je van de bank toch nog even buiten bent. En dat doen we eigenlijk door zo mooi mogelijk natuurshots te maken van wat de items nodig hebben. Voor de grondeekhoorns bijvoorbeeld ben ik 5 dagen lang naar dat bos gegaan. Puur alleen maar om die eekhoorntjes zoveel mogelijk te filmen voor dat item. Daarnaast maken wij korte natuurfilms voor het begin van de uitzending om mensen echt lekker te maken voor de natuur. Van wat, als je nou naar buiten gaat, wat zou je dan kunnen zien in de natuur? Het mooie bij Vroege Vogels vind ik dat ik elke dag op een andere plek ben en geen enkele week is hetzelfde. De ene dag sta je in Texel met windkracht 8 en de andere keer word je 1 uur 's nachts wakker gebeld van hey, er is een wilde kat, zou je dan vannacht even heen kunnen rijden? Je kan zo gek niet bedenken of je maakt het wel mee. Je komt op de meest mooie plekken in Nederland waar je zonder niet zou komen. Dat maakt Vroege Vogels wel heel erg mooi.